Het is een bijzonder festival en dat moet dus ook op een bijzondere manier geopend worden. Het is nu vrijdag, het is nu tijd om het festival te openen. Na het duet krijgen we nog een gezamenlijk optreden van de rijdende fanfare Bici Kletter. In het begin van de jaren 90 kwam ik bij de gemeente Veldhoven werken. En daar was ik beleidsmedewerker kunst en cultuur. En ik kreeg de opdracht om een kunst- en cultuurnota te maken. Nou, wat mij nou op was gevallen in Veldhoven, dan was dat hier weinig tot geen evenementen waren. En al helemaal niet in het centrum. Dus ik dacht, ja, dat, een plaats met een omvang van ja, 40.000 inwoners, dat moet toch minimaal elk jaar een groot evenement hebben. Toen ging ik dat zo eens navragen en toen zeiden mensen van, ja, maar Arie, daar willen de mensen in Veldhoven niet. Ik denk, nou, daar geloof ik helemaal niks van. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus daar word ik alleen maar dwars van. Dus, en toen heb ik dus in die kunst- en cultuurnota opgeschreven dat ik dus vond dat elk jaar een groot cultureel festival in het centrum van Veldhoven zou moeten komen. Nou, en de gemeenteraad die vond dat ook. Die nota is in 95 vastgesteld. Nou, we hebben het toen niet meer gehaald om in 96 het eerste festival te houden. Dus dat werd 1997 en dat was echt nog heel kleinschalig. Zeker als je dat vergelijkt met nu. We hadden een tent op het Meiveld, of de eerste keer zelfs alleen maar een podium. En een paar straattheateractiviteiten, maar echt, echt minimaal. Nou, je kon het bijna op een heel klein A4'tje schrijven, zeg maar. We hadden overigens wel een hele grote band toen uitgenodigd. De band van T. Lau, die inmiddels overleden is. En die stonden hier op het Meiveld voor, nou, je kon de mensen tellen. Ik denk dat het er ongeveer 200 geweest zijn. Ja, dat is heel vreemd. Ik denk, hè, hoe kan dat nou toch? Ja, die speelden overal voor duizenden mensen in heel Nederland. Dus die vonden dat ook heel raar. Het tweede jaar dat we deden, werd het al drukker. Het derde jaar ook. En het programma ging ook steeds meer uitdijen. Er kwam een grote tent op het Meiveld te staan. En ja, ging dus eigenlijk, zat wel een beetje in de lift. Maar een echt belangrijke moment is geweest dat op een gegeven moment moest er een parkeergarage onder het Meiveld komen. En dat was in de periode dat het festival was. Dus we konden niet met een tent op het Meiveld. En toen hebben we bedacht, nou, dan zetten we een podium op de plaats waar het nu is, het plein in Dekker. Ja, en toen, vanaf dat moment, is het echt gaan lopen. Want dat was een groot podium. Ik denk, ja, dan moet je ook de eerste keer daar een hele grote artiest neerzetten. En dat was Anouk in die periode. Dat was echt toen, ja, de nummer 1 in Nederland. Misschien nou nog wel, om, maar destijds zeker. Toen wij dus in de publiciteit brachten dat Anouk zou komen, toen is de receptie hier bij de gemeente, die is helemaal gek geworden. Want al die jonge lui die gingen naar de gemeente bellen van, is dat de echte Anouk die komt? Ze konden zich niet voorstellen dat in Veldhoven een artiest zo groot als Anouk op zou komen treden. Maar ja, het was dus de echte Anouk. En ja, vanaf dat moment hebben we elk jaar daar op het hoofdpodium, ja, bekende artiesten gehad. En ja, en dus inmiddels ging ook niemand zich meer afvragen, zijn dat de echte? Want dat was wel duidelijk. Nou, mijn zoon, die is 26 september jarig. En wat mij altijd opviel in de eerste jaren dat hij, van zijn leven, was dat het altijd mooi weer was op zijn verjaardag. Ik denk, ja, dat kan toch geen toeval zijn? Het is een beetje, ja, echt najaars, mooi najaarsweer, was het altijd. Ik denk, dat is volgens mij een hele goede periode om dan zo'n festival te gaan houden. Nou, in het begin verklaarde iedereen me hartstikke voor gek. Want het lag toen destijds echt ver buiten het gangbare festivalseizoen. Maar we hebben het toch gedaan. En we hebben er nooit geen moment spijt van gehad. Want in al die jaren is het heel vaak mooi weer geweest. We moeten bijna afkloppen. Hè? Twee keer heeft het geregend. Maar in 20 jaar is dat eigenlijk te verwaarlozen. Het is
Het is bijna al het mooie weer en dat draagt ook zo enorm bij aan die, ambiance die wij zo willen. Dus nee, van dat tijdstip gaan we niet veranderen. En wat daar wel een belangrijke rol bij speelt, er zijn eigenlijk twee dingen. Is dat je moet zorgen dat je een heel breed programma hebt, wat zich niet op één doelgroep richt. Dus niet alleen punkmuziek op het hoofdpodium, maar juist heel breed. En dat is wel ons bewuste beleid om verschillende soorten muziek naast elkaar en dwars door elkaar te programmeren. Ik ben ooit nog eens door Radio 1 gebeld van meneer Mbarabe, bent u gek geworden? Nou, ik dacht het niet, maar zo van ja, want we hadden Corrie Konings naast een rapper gezet. Van ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan dus juist heel goed. En dat was een van de leukste momenten die ik in dat festival vond. Want al die rappers, die kwamen natuurlijk voor die rapmuziek. Maar toen stond daar Corrie Konings. En die sprak weer een heel ander deel van het publiek aan. Maar er ontstond een Polonaise en al die rappers die gingen keurig en prachtig meelopen. Het werd één groot feest. En dat bedoel ik nou met mensen die elkaar misschien nooit tegenkomen, elkaar op die manier kunnen ontmoeten. Dus voor de eerste keer en uitgerekend ook nog eens bij de 20e dat we in het programma hebben moeten snijden. Maar ja, het is een gratis toegankelijk festival. Dus wij moeten de uitgaven die we hebben, het festival dat kost ongeveer pak een beetje €250.000. Ja, dus dat bedrag moet je dan dekken door subsidie van de gemeente enerzijds. Maar ja, die wordt ook elk jaar wat minder. En dan door de baropbrengsten en de sponsorinkomsten vooral. En dat laatste, dat ging dit jaar niet goed. Ja, de betaalde festivals natuurlijk wat minder, want die doen gewoon een bedrag op het kaartje. Maar dat kunnen wij niet, dus we stonden voor de keuze, wat doen we? En dan moet je dus gaan snijden in het programma. Een andere keuze heb je eigenlijk niet. Maar dat is er een met heel veel pijn in het hart, heel veel. Ja, zeker omdat het de 20e keer is, want dan heb je juist, wil je eigenlijk uitpakken. Het is een festival, ook al is het heeft het een regionale uitstraling, zeg maar. Komen er ook heel veel mensen uit de regio hier naartoe. Het is toch vooral voor Veldhoven. En wat we proberen is zoveel mogelijk lokale verenigingen, maar ook lokale mensen bij het festival te betrekken. En vooral dus als vrijwilligers. Nou, er zijn hele grote groepen en ja, het is fantastisch dat die dat elk jaar weer willen doen. En zonder hun inzet zou het festival absoluut onmogelijk zijn. Want als je dat zou moeten gaan betalen, dat kan helemaal niet. En dan gratis, dat is totaal onmogelijk. Dus dat vind ik geweldig. En Typhoon. Want daar ben ik pas toevallig bij een optreden. Ja, dat swingt ongelooflijk. Ja, dat is muziek daar ook al van. Maar ja, die konden helaas dit jaar niet. Dus die zou ik nog wel heel graag een keer op festival willen. Ja, er zijn er nog wel een paar. Golden Earring zou ik ook nog wel een keer willen. Maar ja, die zijn altijd in september op vakantie. Die hebben we al een paar keer gevraagd. Maar die zijn altijd op vakantie. Dus ja, dat lukt dan dus niet. Voor de rest hebben we van de grote artiesten in Nederland, die hebben we toch bijna allemaal wel gehad. Er zijn er twee, Bluff en Marco Bussato, dat kunnen we wel willen, maar dat kunnen we niet betalen. Want die prijzen van die artiesten, dat is een zorg apart hoor. Dat is heel, die zijn gewoon heel duur. Ik zou het wel heel erg leuk vinden om er wat meer bijzondere dingen aan toe te voegen. Het woord zegt het al, die kosten meestal ook geld. Je hebt hele bijvoorbeeld prachtige 3D graffiti en zo, dat soort dingen. Nou, dat schitterende dingen, die zou ik hier zo willen doen. Maar ja, daar hangt een prijskaartje aan. Ja, dat kunnen we op dit moment niet betalen. Dus ik zou wel een iets wat ruimer budget willen hebben om juist ook wat meer aparte en bijzondere dingen te doen. Feest van ontmoeting, dat is en moet het blijven, op welke manier dan ook. En er zijn ook ontmoetingen waar al huwelijken uit voortgekomen zijn. Dus één keer heeft het geregend op zondagmiddag tijdens een optreden van Doe. Dat was echt een hoosbui, duurde maar 20 minuten. Mensen gingen bij elkaar schuilen, ook mensen die elkaar helemaal niet kenden.
Ja, dat is een huwelijk. Er zijn twee huwelijken uit ontstaan. Ja, dat vind ik dus geweldig. Eén van jonge mensen, maar ook van mensen rond de 70. En ik ben ook op een van de bruiloften. Ja, dat is toch fantastisch. Dat vind ik mooi. Een van de dingen waaruit blijkt dat... Ik mag dan een beetje de vader van het festival heten of zo. Maar dat festival, dat is niet van mij of van de organisatoren. Het festival, dat is echt van de bevolking van Veldhoven. En dat werd heel erg duidelijk een paar jaar geleden. Toen waren er bezuinigingsdiscussies bij de gemeente. En daar speelde met name ook cultuur een rol. En dus ook het Cult & Tumult Festival. En nou, dat hebben die gemeenteraadsleden, die hebben dat wel geweten. Want die zijn dus tijdens het festival meerdere keren, wat jullie ook doen, je blijft van het festival af. Hè, want dat festival, dat is van ons. En dan denk ik, ja, dan heb je alles bereikt als organisatie wat je maar wil bereiken. Het is inderdaad van hun. Het is van de bevolking. Dat is Cult & Tumult.